In Rijkerswoerd heeft een voormalige wasstraat een nieuwe identiteit gekregen. Sinds kort bevindt zich een try-out-studio, een muziekstudio waar bands terecht kunnen voor zowel optredens als het opnemen van hun eigen muziek. Eigenaar Adrie Jap heeft zijn droom na jaren sparen en bijna een jaar hard klussen werkelijkheid zien worden. Welkom bij de Try-out Studio. Zoals jullie zien hebben we hier podium, open podiumdagen die kunnen gebruikt worden voor bandjes om hier op te treden in het openbaar. Mensen kunnen allemaal binnenlopen. Hartstikke leuk om een keertje het geluid op het podium te proberen. Verder hebben we hier repetitieruimtes, een opnamestudio, een dansstudio. Dus er kan alles gedaan worden op het gebied van muziek en dans en toneel. Sinds maart ben je open met de Try-out Studio. Wat is er vanaf die tijd allemaal gebeurd? Goh, er is heel veel gebeurd. We hebben een Indische avond gehad met live muziek, met eten. Dus een soul-avond hebben we gehad. Dat was ook met eten. Dat is natuurlijk een beetje een apart concept. Want soul-nights zijn eigenlijk over het algemeen nooit met eten. Maar bij ons begint dat al vroeger. Kunnen mensen wat eten kopen en dan swingen hè, met de soul-night. Er zijn jam-sessies die beginnen nou te lopen. Repetitieruimtes worden verhuurd. Dus er is nog wat plek. Dus mensen moeten wel snel zijn, want het begint nou echt te lopen. En voor de rest gaan we nog evenementen houden zoals talentenjachten, waarbij prijzen gegeven worden zoals een gedeelte van de inschrijfgelden. Er wordt een videoclip gemaakt voor van de winnaar. Een single opname gaan we maken, productie. Dus met een fotoshoot. Dus de prijs is hartstikke leuk natuurlijk voor de beginnende bandjes. En dat is nou dan allemaal aan het lopen. En voor de rest hebben we nog evenementen, zoals Mick Wilson is hier geweest. Die wou auditie doen voor zijn tour hier in Nederland. Dus daar was hij voor op zoek naar mensen, naar muzikanten. En dat heeft hij hier op het podium, heeft hij dan audities gedaan. En wat wordt er voor de jeugd gedaan hier? Voor de jeugd zijn er allerlei soorten activiteiten. Dus er zijn dus natuurlijk het hele grote gedeelte is de dans. Want daar komen echt heel veel kinderen vanaf 8 jaar. En jongeren zelfs ook nog wel. Maar natuurlijk hebben we ook voor ouderen danslessen. Salsa, rumba, jazzdance, streetdance, hiphop. Er wordt voor allerlei soorten les gegeven. Maar voor de jongeren willen we vooral ook van die evenementdagen gaan houden. Dat we bijvoorbeeld met een groot scherm, met een beamer. Dat we echt leuke spellen gaan doen qua alles op het gebied van muziek. Hè? Dus Guitar Hero. Dan kan je ook drummen en dan kan je ook punten scoren. En dan maken we een mooi prijsje. En dan kunnen die kinderen daarop inschrijven. En dan kunnen ze meedoen. En dan kun je een toernooitje spelen, laat maar zeggen. Aankomende vrijdag wordt hier een grote soul night georganiseerd. Vertel daar wat meer over. Aankomende vrijdag hebben we dus inderdaad weer een soul night. De band Jumpur die komt spelen. Dat is echt een hele leuke allround band die een beetje bekendheid wil krijgen natuurlijk hier deze kant van het land. En het aparte ervan is dat we de soul nights altijd met eten doen. Dus het begint tegen 6:00. Dan kunnen de mensen gaan eten. En dan is er een DJ'tje die de muziek draait voor de band en in de pauze en na de band. En 's avonds dan speelt gewoon die band en dan kunnen ze lekker gaan swingen. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over de activiteiten van het Try-out Studio en wat hier allemaal te doen is? We hebben natuurlijk de website www.tryoutstudio.nl. Daar kan je eigenlijk nagenoeg alle informatie op krijgen. De agenda bijvoorbeeld, activiteiten, nieuws wat er komt, wat voor een organisatie wij zijn eigenlijk, wat de mogelijkheden zijn, wat de faciliteiten zijn, dat staat allemaal op de website.